Di Indonesia, becak adalah biang dari kemacetan jalan-jalan raya. Tapi di Belanda, becak adalah aset pariwisata. Becak. Saya mau tamasya. Ik weet het niet meer zo precies, maar ik heb op een gegeven moment het idee gekregen om dit te gaan doen in het mooie duingebied wat hier vlakbij ons dorp Limmen is. En er altijd veel mensen in de duinen zijn, dacht ik, er zijn vast ook mensen die niet meer zo goed ter been zijn, die niet zo goed op de fiets uit de voeten kunnen en die toch een rondje door het duin willen maken, want het is een heel mooi duingebied. En toen die gedachte er was, toen ben ik op internet gaan googelen en toen ben ik terechtgekomen bij Martin Jeuken in Brabant, die zich met de import van becaks bezig hield. Nou, zo is het eigenlijk gekomen. Di Belanda ini tersebar kurang lebih 50 becak yang berasal dari satu importir. Kita tanyakan mengapa dia mendatangkan becak-becak ini ke Belanda. Ik had nog gezien dat ze niet in Nederland te koop waren. Dus ik vond het een uitdaging om hier in Nederland mee te komen. Ik heb er ongeveer 50 verkocht nu in een jaar of drie, 3,5 tijd. Dus ach, leuk om erbij te doen. Maar het is niet mijn business om te zeggen van ik moet er een boterham aan verdienen. Want als ik ergens weinig marge op heb, dan is het op de becak. In Nederland moet men nog 10 uur ongeveer, een erkende fietsenmaker moet er nog 10 uur aan werken voordat die is zoals wij hem eigenlijk in Nederland moeten hebben. Dat wil zeggen met een terugtraprem, met 3 versnellingen, ja, gewoon goed afgemonteerd. Hoi. Nou, dus het zonnetje schijnt meestal als ik aan het fietsen ben met passagiers en dan is de wereld anders, vrolijk. Passagiers zijn vrolijk, die genieten. Maar al het verkeer, inhalend fietsverkeer, wandelaars en tegemoetkomend, nou, geen onvertogen woord. Iedereen lacht, iedereen maakt leuke opmerkingen. Kortom, het is gewoon een hele vrolijke wereld. Enthousiast. Ongelooflijk, ja. Stop. Kalau becak di Belanda, di pariwisata bisa berhasil, apakah tidak khawatir kita kalau nanti Belanda akan mengklaim becak sebagai milik mereka? Becak.